Beste mensen, een hele goede dag. Wanneer je dit ook luistert, waar je ook bent. Het is nu voor jou op dit moment relevant. Omdat jij nu hebt besloten dit aan te klikken en om dit te luisteren. En als je er niet bent afgehaakt, dit is ook best wel interessant ook wel weer. Want mensen, er is namelijk wel weer het een en ander om te relativeren en om te beseffen. Ik heb me de afgelopen dagen, zeg maar, bewust niet veel over Rusland uitgelaten. Ik vind het namelijk een ongelofelijke scam. Het is echt 9-11 to the max. Aangezien we de coronapandemie niet meer met angst bekijken en angst precies hetgeen is waar ze ons in kunnen vasthouden in hun fake presentatie van de wereld, kunnen we nu dus met z'n allen bang zijn voor de dreigende nucleaire oorlog met Rusland of wat dan ook. En niet alleen dat, de propaganda zit ook echt in een overdrive. Waar de wappies nog, zeg maar, een sterke mening en een verhaal konden hebben in de coronapandemie. Wij konden bijvoorbeeld met wetenschap en met gezond verstand dit fragiele verhaal natuurlijk makkelijk van tafel vegen. Wordt echter deze derde wereldoorlog propaganda 10 keer agressiever opgedrongen. Je bent voor ons of tegen ons, wordt er geroepen met oorlog in de ogen. Waar onze regering amper de recente overstroming in Limburg besprak, of waar men geen rekening heeft gehouden met bijvoorbeeld de mensen in Groningen en die gasbel, staat letterlijk nu vrijwel de hele Kamer in de oorlogsmodus en zijn ze allemaal zeer fanatiek hun mouwen aan het oprollen. Het is letterlijk waar een belachelijk tafereel en nog slechter geacteerd als in die coronascam. Wij kijken nog steeds naar dezelfde poppenkast, alleen dan in de maximale versnelling. Het is nu niet meer, je gelooft het of niet, maar het is dus, je bent voor ons of tegen ons. De Rus is de nieuwe ongevaccineerde. Poetin beschrijft de leiders in de Oekraïne als de nazi's die ze zijn. Het zijn natuurlijk de politieke leiders waar onze politici volledig en gemotiveerd mee verbroederd zijn. Maar onze leiders zijn ook corrupte landverraders die koste wat het kost de macht in handen willen houden en geen enkele rekening houdt met ons als volk. Wat ze ook uitkramen, mensen, hoe charmant ze ook overkomen, zij saboteren en vertragen alle processen. Ze zijn er niet voor uw vertegenwoordiging, maar slechts voor zelfbehoud. Het is één grote fake show. Maar wel eentje die zijn weerslag heeft, zeker op jonge kinderen bijvoorbeeld, op de generatie die nu jonger is als 20 bijvoorbeeld. Zij gaan nu na 2,5 jaar coronapropaganda, wat zeker jonge kinderen bijzonder heeft verward als zij ouders hebben gehad die heel bang en gemotiveerd hebben meebewogen met de regering. Die jonge kinderen zijn behoorlijk psychisch, mentaal geschaad de afgelopen 2,5 jaar. Dat moet je niet onderschatten. Inmiddels heeft die coronascam ook zo lang geduurd dat het ook wel degelijk de ouders is aan te rekenen wanneer je dit dus tot het volle einde hebt volgehouden. Wanneer je dus braaf alle prikjes bent gaan halen en de televisie bent gaan napraten. Dat is dus heel gevaarlijk en heel dom geweest als je dit hebt gedaan. Maar goed, dat soort mensen hoef ik dit natuurlijk niet te vertellen als ze dit filmpje überhaupt al zouden zien. Maar goed, je moet ook verder natuurlijk. Dat wordt je echter onmogelijk gemaakt, want nu worden onze kinderen en wij ook natuurlijk de volgende scam aangedaan. Allemaal gretig en gehypnotiseerd door alle media wederom, maar ook bijvoorbeeld door alle leerkrachten in het basisonderwijs. Scholen zijn een overheidsinstelling en het verhaal wat daar verteld wordt is bijzonder flexibel aan het meebewegen met het mainstream verhaal. Daarmee bedoel ik te zeggen dat kinderen niet wordt verteld dat deze nieuwsmedia de fake nieuwsmedia zijn. Hen wordt namelijk verteld dat dit de echte realiteit belichaamt, terwijl we allemaal weten dat we in de maling worden genomen. De indoctrinatie gaat nog steeds door en anders denken wordt nog steeds met een schuinoog bekeken en bekritiseerd. Dit zou niet moeten mogen op een basisschool. Je zou geen kritiek moeten mogen hebben op de vrije vorming van het wereldbeeld bij kinderen. Je kan ze sturen of inspireren, maar zij moeten het zelf ontdekken. En zeker wat wereldbeeld betreft baseren wij, de volwassenen, ons volledig op theorieën, wat niet bespreekbaar is verder. Ons basisschoolsysteem, en ook de middelbare school natuurlijk, is ook niet gericht op zelf ontdekken, maar gericht op voeren. Op verplichte kost en verplichte tijden.
waarvan niet wordt afgeweken en wat je klaarstoomt voor een leven van arbeid in het industriële systeem waarin wij dus al generaties lang vastzitten. Die houtgreep waarin dus de financiële elite onze wereld natuurlijk al heel lang vast heeft en waar we nu collectief voor wakker worden en tegen in opstand komen. Echter wordt nu dus dat beeld beheerst door de situatie in de Oekraïne. Alsof we dus ineens allemaal Oekraïnes beste vriend en partner zijn geworden. En zo wordt het door onder andere Amerika en Europa natuurlijk helemaal de hemel ingeprezen. Deze fragiele en gecreëerde democratie, of eigenlijk een politiek speelballetje tussen de grootmachten. Het hoort nergens bij en het mag ook nergens bij horen, althans niet bij Europa of Amerika. Het wordt nu dus alleen ingezet om de aandacht af te leiden voor het voortschrijdende plan waar we nog steeds in zitten. Welk plan? Nou, we kunnen wederom vaststellen, mensen, dat good old Klaus Schwab en zijn WEF uiteraard hier weer helemaal bij horen en dit volledig qua regie in handen hebben. Wat moeten wij toch zonder onze ambitieuze young global leaders, mensen? Deze mensen vormen echt een soort secte, een duistere secte tegen de mensheid. Ze hebben door oplichting, voorkennis en misleiding al generaties lang die touwtjes in handen. Maar hebben die hand nu definitief overspeeld. Dit zou zomaar een laatste redmiddel of zet kunnen zijn. Want hierna wordt het echt van een supernatural kaliber om de mensheid in overtreffende vorm nog in angst mee te kunnen nemen. Oftewel, dit is de warming up voor de komst van de zogenaamde redder van de mensheid. De komst van de Antichrist in de Bijbel. De fake alien invasion in de realiteit. Zet je schrap, mensen, en hou je ogen open, want alles is een scam. Fijne dag.